Een man heeft een iPhone op zijn wensenlijstje staan. Via Marktplaats maakt hij een deal. En met de verkoper spreekt hij af hier op de Zaagmolenkade in Rotterdam. Maar op het moment van de uitwisseling kijkt hij in plaats van naar een iPhone in de loop van een vuurwapen. Deze beroving vindt plaats op 11 mei op de hoek van de Zaagmolenkade Woelwijkstraat in Rotterdam. Een man spreekt via Marktplaats af om een iPhone te kopen. Hij heeft een vriend bij zich. Op een gegeven moment kreeg hij een telefoontje van de verkoper en die zei dat hij het niet kon vinden en dat hij op de Woelwijkstraat stond. Nou, de koper is naar de Woelwijkstraat gereden en is daar ingestapt in de auto van de verkoper. En in die auto zat ook nog een andere man. Nou, met z'n drieën zijn ze vervolgens toch teruggereden naar de Zaagmolenkade. En de vriend van het slachtoffer die is met hun auto erachteraan gereden. Dus uiteindelijk kwam dat hele spul zeg maar, hier toch de zaagmolen bij elkaar. De koper zit op de achterbank en als de mannen terug zijn op de Zaagmolenkade gaat plotseling de deur van de auto open. En toen stapte er ineens een derde man in. En die had een vuurwapen en die bedreigde daar het slachtoffer mee en die eiste geld. En het wordt nog gekker. Ook een vierde berover laat zich zien. In eerste instantie door een masker tegen het autoraam aan te drukken. Die had een Vivo Vendetta masker bij zich. Dat hield hij een beetje dreigend tegen de achterruit. En op een gegeven moment trok ook hij een achterportier van de auto open. Toen droeg hij dat Vivo Vendetta masker op zijn gezicht. En hij sloeg het slachtoffer enkele keren met zijn vuurwapen. En uiteindelijk beroofden ze hem van zijn geld en zijn telefoon. Nou, op een bepaald moment werd het slachtoffer uit de auto gehaald. En toen moest hij meelopen naar zijn eigen auto die erachter stond. En waar zijn vriend ook nog in zat. Nou, onderweg kreeg hij nog klappen. Die vriend werd uit de auto gehad, die kreeg ook nog een paar klappen. En toen zijn de verdachten er vandoor gegaan. Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden. Maar naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Wie zijn het? Nou, we hebben beelden van de twee mannen die we nog zoeken. Ja, de kijker van bureau Rijnmond kan ons uiteraard helpen door ons te laten weten wie die mannen zijn. Dat willen we heel graag weten. U kunt bellen met de politie Rotterdam 0860 70 of met meldmisdaad anoniem 0800 7000.